is Rishma Roepraam, wethouder Zorg, Jeugd en Welzijn hier in Barendrecht. En wat ben ik ontzettend trots dat vandaag in ons theater Het Kruispunt we uitgebreid Diwali gaan vieren. We hebben toch een behoorlijk groot Hindoestaanse gemeenschap in Barendrecht en in de omgeving. Ik ben heel blij dat het nu al zo druk is geworden. En dat is natuurlijk met dank aan Stichting Lakshmi. Ik ben heel trots dat de Lakshmi's hier naast mij staan en ook de voorzitter. Dus we gaan er vandaag een hele mooie dag van maken. Diwali komt eraan. We hebben nog een lange weg te gaan. Schrob de vloeren, boen de tafels, steen de ramen. Alles moet schoon. We doen het samen. Samen maken we onze huizen schoon en onze harten rein. Op de langste en donkerste nacht zullen wij voorbereid zijn. Om Lakshmi Ma, Saraswati Ma en Ganesh Baba uit te nodigen. En ons pad te verlichten. We maken dia's aan. De wereld wordt verlicht. We vervullen onze plichten. Eerbied voor je ouders, respect voor ieder geloof en ieder mens. Veel voorspoed en geluk is voor jullie onze Diwali-wens. En zoals jullie gezien hebben, gingen ze schoonmaken. En dat is waar velen van ons nu op dit moment mee bezig zijn, ons huis schoonmaken. Maar het schoonmaken heeft een diepere betekenis. En het gaat ook over innerlijke reiniging. Negatieve gedachten achter je laten, zodat er weer ruimte is voor positiviteit in het leven. En dat doen we zodat het lichtje in ons, want wij zijn die dia, gaat schijnen. En met ons eigen licht kunnen we ook de omgeving verlichten. Sri Lakshmi, ook wel Mahalakshmi genoemd, is de Hindoe godin van licht, rijkdom en geluk. En tevens van schoonheid, moed, vruchtbaarheid en liefde. Ze wordt binnen het Hindoeïsme als moeder van het universum beschouwd en wordt vereerd tijdens het jaarlijkse lichtfeest Diwali. Wij van Stichting Lakshmi zijn heel actief hier in Barendrecht. We geven kinderen Hindi les en we zijn heel erg betrokken met wandelingen en doen heel veel op het gebied van cultureel en maatschappelijk werk. Het boek heet Dia, gaat over een Hindoestaans meisje en zij wordt verliefd op een Nederlandse jongen. Maar haar ouders willen liever dat ze met een Hindoestaanse jongen thuis komt. Het is een grappig boek, heel spannend, heel herkenbaar. Ik doe aan decoratie. Mijn naam van decoratie is de Sharina Decoratie Fashion. Ik maak graag kaarsen.
wat doet Chitsana Foundation nou allemaal? Wij zetten ons in voor de bejaarde mensen en de kinderthuizen in Suriname. En momenteel zijn we aan het inzamelen voor een scholenproject, waarbij we de school, basisschool OS Calcutta 2 op Saramaka gaan opknappen met nieuw schoolmeubilair, schoolmeubilair. En we gaan een bibliotheek neerzetten en hebben de centjes heel hard nodig. Dus we vragen de mensen om vandaag een steentje bij te dragen. Hallo, ik ben Roshni van Kekwana en vandaag sta ik hier op de viering van Diwali door Stichting Lakshmi. Sta ik hier met allemaal vegetarische lekkernijen, met maïzena koekjes, cupcakes en mini cupcakes en cheesecake. Hartstikke leuk dat jullie hier allemaal zijn. Vorig jaar hadden we dit evenement ook, was een succes. En volgens mij was het dit jaar ook een succes. Gezamenlijk maken wij van Diwali een mooi feest. Nog één korte mededeling. 2 november. Staat die in je agenda 2 november? Zeg nee. Ja? Als het zo is, dan bestaat Tsunami TV, zal gezegd, 15 jaar. En u bent allemaal uitgenodigd in die Indian Business and Cultural Center in RSWijk te meeten en te greeten en samen een hapje te doen. Ik denk dat Barry staat te springen om ik zie het. Toch Barry, jij hebt er zin in, het publiek is nog warm. Jazeker, jazeker. Chalo re sabhi Ram se mile, prabhu Rama ayodhya mein aaye, chalo re sabhi.